Een veelgehoorde term is energietransitie. In een woonhuis is verduurzamen nog helemaal niet zo eenvoudig. Toch vragen veel mensen zich af hoe zij hun huis energiezuiniger kunnen maken. Inmiddels zijn er veel technieken op de markt beschikbaar, wat de keuze er niet makkelijker op maakt. Pim Schram van Energieplanner laat zien hoe we onze energiehuishouding kunnen optimaliseren. Het juiste moment om over energie na te denken is bijvoorbeeld bij grondig onderhoud. Of als je een nieuw huis koopt. Klanten willen ook weten hoe ze hun spaargeld slim kunnen investeren. Bij het gezin van Pepin was dat moment ingegeven door een verbouwing. Toen mevrouw en ik dit huis kochten, zijn we gaan verbouwen. En we hadden een klein budget voor duurzaamheid, 5000 euro. Want er moesten ook nog heel veel andere dingen gebeuren. De vraag was eigenlijk, waar beginnen we mee? Gaan we de vloer isoleren? Of gaan we spouwmuur doen? Of zonnepanelen? En daar zaten we een beetje mee. En toen hebben we advies gekregen van Pim over wat je het beste zou kunnen doen. Op basis daarvan hebben we besloten om de vloer te isoleren. Ja, en dat hebben we zo opgepakt. En hij heeft ook een leverancier aangedragen. Daar hebben we een offerte aan gevraagd. Die heeft hij ook beoordeeld en daar heeft hij ook advies over gebracht. En ook de subsidiemogelijkheden. En zo hebben we dat uitgevoerd. Iedereen weet dat zonnepanelen een goede keuze is. Maar wat daarna? De aannemer, de loodgieter, de elektricien, die zeggen allemaal iets anders. Het is het effect voor de woningeigenaar wat het belangrijkste is. Ik noem er een paar. Wooncomfort, dus warme voeten voor de televisie. Of maandelijkse kosten die omlaag kunnen. En het is nieuwe technologie, dus je wil weten wat de terugverdientijd is. De samenstelling van het huishouden is belangrijk. Dan wordt er gekeken naar bouwkundige kansen en beperkingen. Er is niet één standaard oplossing voor ieder huis. En voor elk budget zijn er mogelijkheden.